Waarom pak je pas jou, vriend? Ik heb hem doodgepakt, vriend. Hallo jongens, meisjes van Tolgahan's Gamer. Welkom terug bij deze gloednieuwe video. Ik ben hier vandaag samen met... De Stuba in de building. En jongens, we spelen The Forest. Je ziet in de titel staan. Hashtag 2, what the fuck, huh, waar is dan hashtag 1? Die is te vinden op Job's kanaal. Check het sowieso hier. Het linkje is namelijk ook in de beschrijving. Want wat we namelijk doen, jongens, is we doen het om. En we zijn aan het survivalen in The Forest. Wat echt een heel leuk spel is voor de mensen die geen idee hebben wat we doen. We zijn letterlijk net neergestort. Ja, want we zaten in een vliegtuig. En we proberen eigenlijk nu te overleven. Want er zijn overal kannibalen en zo. En wat we ondertussen hebben gedaan is we hebben een osso gebouwd. Job heeft deze osso gebouwd. Vertel me hoe je dat hebt gedaan, man. Je weet toch. Bro man, Tolgahan die was dood gegaan, hij was helemaal weer aan de andere kant van de map gespant en ik had echt gewoon iets van 10 minuten de tijd om dit te maken en het was echt ruïna, dat kon gewoon niet eens in opname, zoveel hoofdpijn was het. But we did it, dus we kunnen nu knallen. Ja, luister, ik heb honger. Zoals je hier rechts beneden ziet jongens, ik heb fucking veel honger, dus heb je eten? Ik heb helemaal niks. Ja, bro, weet je wat het is? Dat is wat raar aan dit spel. Ik heb eten, maar ik kan het niet aan jou geven. Dus echt? Wat we moeten doen, bro. Want ik weet exact wat we moeten doen. We moeten een kampvuur maken en we moeten jagen. Wat wil jij doen? Wil jij het kampvuur maken of wil jij het jagen wilt doen? Ik denk dat ik kampvuur wil maken, oké? Want ik ben een pussy. Is goed, bro. Oké. Weet je hoe dat moet? Nee. Oké, weet je, ik ga wel jagen. Heb je een bel voor me? Ik heb geen bel meer. Heb je geen bel meer? Bro, die kan ik ook niet geven. Ben je serieus? Oké, luister, bro. Wat je kunt doen, is je kunt met een steen kun je jagen. Die ligt hier. Die kun je gewoon pakken en dan kun je op zijn moer slaan. Ben je serieus? Maar... Oh ja. Ja, wat je ook... Of je maakt gewoon kampvuur, man. Kampvuur maken is makkelijk, bro. Nee, bloesje, ik ga met stenen ga ik jagen. Ga jij die jagings doen, man, bro? Ik ga proberen een kampvuurtje te maken. Succes. Ah, wacht, hier is een list. Ah, shit, ik heb hem verkeerd gehit. Oké, anders probeer ik hem voor je te hitten, dan slag jij hem zo. En dan fix je... Oh, hier. Bro, heb je... Ah. Wat zijn er twee, bro? Het zijn er twee. Hé, bro, hij is kapot snel, hè, deze. Maar dat is wel goed eten voor weer een flinke tijd, man. Oh ja, en we wouden nog iets doen, toch? Ah, shit, wacht. Ah, wacht even. Oh, bro, hij is zo sneaky. Ah, shit. Oh ja, we wouden toch ook in een of andere iets bezoeken. Jij had het erover, de vorige aflevering. Ik heb hem dood. Nice. Yes, oké, ga ik doen, man. Wat wouden we bezoeken? Ik had een ding gevonden, man. Een cave. Eigenlijk een soort van schuilplek van de kannibalen zelf. Oké, gaan we dat bezoeken, denk je? Of, Dat moet, ja, bro, dat moeten we zo. Dat is sensatie, man, bro. Dat moeten we sowieso gaan doen. Oké, gaan we dan zo meteen doen. Oké, eerst even een kampvuur fixen. Oh ja, fix die kampvuur, want dan kan ik die eten koken, man. Ja, is cool, man. Ik ga een huge ass kampvuur fixen. Wat ik, jongens, heb hier een raw edible lizard. Oh, Louis. Even kijken. Welke moeten we hebben, bro? Ik kan een grote maken of ik kan een kleine maken. Hey, we hebben best wel een mooie osso. Gewoon, oké, het is eigenlijk een shitty osso. Maar we hebben een osso hebben we voor een zee. Dit is een zee, toch? Ja man, en we kunnen zelfs, als we geluk hebben, kunnen we daar aangestrande beesten zoals haaien en zo vinden. Broer, maar kunnen we een haai opeten en zo? Ik weet niet of je een haai kunt opeten, maar je kunt wel schildpadden en zo, die kun je heel goed gebruiken, bro. Dus dat is wel heel mooi. Bloedje, in de United States, men are afraid of shark. In Russia, shark is afraid of men. Shit man, er is toch wel een verschil hè man. In Rusland stappen ze ook gewoon uit op de autosnelweg om een honkbalknuppel te pakken. Zo, I understand why. Ik weet man. Broer, oké, wat hebben we allemaal nog nodig? Moet ik helpen? Ja, we hebben 20 leaves nodig en we hebben geloof ik 10 stokken nodig. Dus we moeten eigenlijk even van die... Ja, ik ben helemaal het bos in aan het lopen, want we moeten van die stuikjes en zo moeten we kapot maken. Van die mini-boompjes, zeg maar. Ja, dus voor de mensen die eigenlijk aan het meekijken is met mij, ik ben dus degene die helemaal niks doet en meekijkt. En Job is degene die alles doet. Dus dat is ongeveer de conclusie van deze video. Maar je gaat het op een gegeven moment... Blijf jij trouwens wel een beetje bij het huis, want anders ga ik jou kwijtraken. Oké, hey, wow, ik zie hier een vogel. Kan ik die killen? Ik ga gooien. Ah, wacht even, kan je gooien? Ah, nee, oké, ik kan niet gooien, laat maar. Weet je wat jij anders wel kan doen? Hak anders een aantal bomen om, want daarmee kunnen we uiteindelijk muurtjes maken. Nog een probleem? Ik heb geen bijl, nog een probleem. Shit, oké, wacht. Kunnen we een bijl craften? Ik denk dat dat wel moet kunnen, right? Kan ik met een steen een boom hakken? Dat is wel diehard, ik ga proberen. Dat is wel diehard als dat kan, wacht. Go for it man, you got this. Oh, wat? Is het een lizard? Of blijf jagen, want lizards en zo zijn wel echt heel belangrijk. Hé broer, ik heb een lizard net gekild. Oh shit bro, ik begin ongelofelijke honger te krijgen. Ja, ik heb hier nog geen voor jou, oké? Oké, dat is chill man. Thank you, brada. Je weet toch, ik ben hier voor je man. What the fuck, ik heb een hoofd van een lizard vast. Oké, ja, drop dat. Bro, we komen zo meteen wel een tekort aan drinken en eten, dus we moeten eigenlijk ook nog wel even op zoek gaan naar wat kan. Ik heb een konijn gevonden. Wat heeft de konijnen zijn echt bijna niet kapot. Ja bro, luister, die konijnen zijn te snel ook, toch? Shit bro, wat wij nog nodig hebben, is wij hebben nog 2 lots nodig en 12 leaves. Dus wat jij even moet doen, ik ga het je even laten zien, is jij... Kom op, ja, ik moet hem even... Ja, nee, luister, we hebben niks aan die lizards, we gaan gedood van de honger. We hebben er echt niks aan. We moeten echt gewoon iets... nee. En kunnen we niet gewoon een snelle... Wat is er? Er is een kannibaal, bro, kom snel met me mee. Ah, shit. Waar? Waar? Helemaal daarachter. Oké, ik ga het je laten zien. Deze dingen moet jij verzamelen, bro. Wat moet ik verzamelen? Kijk, zie je deze bosjes? Even kijken. Ja, ik zie deze bosjes. Deze. Sla die kapot en dan pak je de leaves daarvan. Oké, nog een probleem. Ik heb geen pijl. Kun je ook met een steen doen, geloof ik. Want dan kan ik, ja? Een boom hakken om... Ja, ik denk het wel. Dan hak ik een boom om... Wacht, ik ben confused. Ik moet deze paarse dingen kapot slaan. Ja, maar gewoon zeg maar van takken en zo. Zeg maar van die kleine mini-boompjes die nog niet volgroeid zijn, als je snapt wat ik bedoel. Die takken. Ah, oké. Nee, ik heb geen idee waar je over hebt, maar ik ga mijn best doen. Oké, komt helemaal goed. Want we hebben 12 leaves nodig en dan hebben we ons huge ass kampvuur af. Ik sla gewoon de takken op de grond. Is dat wat ik moet doen? I guess so, man. Ik hoor alleen wel echt super veel kannibalen om ons heen, dus we moeten... Broer, ik heb gewoon dat geluid heb ik gewoon uitgezet omdat ik hard ben. Wat gebeurt er? Je zei oké. Hallo? Wat gebeurt er? Hallo? Ja, er komt een hele boze kannibaal, geloof ik, jouw kant op. I'm not sure. Ben je fucking serieus? Ja. Help! Oh shit, brada. Help! Hé broer, die liefst gaat hem niet worden. Ik ga rennen. Oké, ga jij loes doen, want we hebben nog 11 liefst. Oh shit! Oh shit! Oh my god. Ik heb zeg maar hulp nodig. Bro, er zijn twee kannibalen. Ja, ik wil je heel graag... Oh shit! Oh shit! Ik wil je heel graag helpen, maar ik heb geen eten. Help! Oké, ik heb overleefd, denk ik. Ik heb overleefd. Ja, ik heb... Ah, shit. Ah, fuck. Oké, hij heeft me. Ik ga denk ik dood. Ik weet niet zeker... Ah, fuck. Rennen. In je osso, dan kunnen ze niet komen, toch? Ja, ja, ga het huis in. Ga jij het huis in. Ik wist wel dat het buiten goed komt. Ah, ik ben helemaal gezwart-wit. Holy shit. Is dat knock-out of zo, zwart-wit? En dan verlies je te veel bloed, denk ik. Bro, ik ben denk ik een nokkie nu, man. Oh, wat? Help! Job, ik ben dood! Hij heeft me via het raampje gepakt. Waarom heb je... Ik kan je helpen. Waarom hebben we een raampje? Waarom de fuck hebben we een raampje? Ik heb je geholpen. Oh, bloedje, thank you. Ik maak ze kapot. Bro man, luister man, ik heb eentje nodig man. Oh, ik sla hem, wacht. Hey, wat? Ik heb geen steen. Hoe sla ik hem zonder... Hey, ik kan je niet helpen. Ik kijk gewoon nu naar jou. En jij wordt geklapt. Heb ik niks? Help mij! Als ik dood ga, dan voor de fight. Ah, ik heb een geheerd broodje. Ik heb hem gepakt, hij is dood. Eentje is dood. Ah, die andere nog even. Ah, ja. Kom hier, vriend. Pak jou, vriend. Ik heb hem doodgepakt, vriend. Hé, weet je wat we zo die lijken meenemen in ons huis. Let op, Torren. Let op, kijk. Broer, ik heb twee... Oh, ik ga die andere ook pakken. Kom hier, hoer. Kom. Het is lekker. Hij wordt agressief, hè? Broer, ik word kapot. Wat een spin. Hé, wacht. Hé, hoe pak ik hem? Oh, zo. Oké, luister. We moeten wel even deze... Doe die deur open, vriend. Ik moet even die... Je kunt gewoon erin lopen als het goed is. Ik heb ze gewoon, vriend. Ik voel me echt een beest, hè. Ik heb gewoon twee kannibalen met mijn steen gepakt. Bro, wil je nog even die dingen onderzoeken? Let's go. Ja, kom snel, man. Wat houden we zien? Wacht. Voordat we dat doen, kom eerst saven. Oké, kom. Save. Maak het eerst af. Komt goed. Let's go. Saven. Save. Dat is C. Even kijken. Zo. Wacht even. Oké, even saven. Nice, man. Nice. Laten we dat even bezoeken, heel snel. Voor het einde. Want wij hebben dat de mensen beloofd. Je weet toch? Oh, bro, even kijken. Hij was... luister, bro. Bij elkaar blijven. You get me. Oké. Bro, I get you. Bro, dat klonk oké, hè? You get me. Hey, ben je serieus? Ik durf niet, hè? Jij moet eerst, bro. It's your episode, man. You go first. Bro. Ah, ik ga voor... What the fuck? Hey, oké. Ik ga naar beneden, man. Ik ga niet met je mee, doei! Nee, doe maar, kom. Job, kom. Bro, is kapot donker, ik zie niks. Hallo? Ik heb geen eten. Broer, ik ook niet opeens. Ah! Okay, Job, wacht! Help, Job! Ik denk dat ik val! Ik ben gevallen! Ik zie je, ik kom wel even rustig naar beneden met het touw, ja? Kan je mij helpen, denk je? Want ik ben dood. Ben je dood? Ja! Broer, ik weet niet, maar ik viel per ongeluk of zo. Helemaal in één keer naar beneden en nu ben ik dood. Kan ik je nog reviven? Ja, maar ik denk het wel als je medicijnen hebt of zo. Ja, ik heb dat. Kom man, bloedje, help me. Ga gewoon rustig met touwtje. Oh, het hoor dan toch, man. Dan krijg ik ook... Ik zie het ook echt zo liggen, hè. Gewoon zo... Oh, is niet goed gaan. Ik weet niet, man, maar ik ga echt vaak dood, man. Jongens, ik ben nog slecht in het spelletje. Lego. Ja, ik heal je, man. Yes, thanks, bro. Oké, dan kunnen we even kijken. I did it. Oeh, je hebt lichtje. Ik heb hele erg honger, dus we moeten hier... Iets fixen qua eten, man. Ah, what the fuck is dit allemaal hier? Kom snel met me mee. Holy shit, dit is kapot cool. Wacht, waar is dit? Ah, kijk wat ik heb gevonden, bro. Broer. We have a lot of luck. Ik heb ook, wacht, ik heb hier lizard. Hoe kan ik dit erin douwen? Ik heb een tekening gevonden. Oh, ik haat mijn leven. Sorry. Wat heb je gedaan? Ik heb kampvuur uitgezet met mijn lizard. Oh, bro, kijk wat ik heb. Huh? Oh. Wat is dat? Flare. Oh, wat doe je? Bro, ik zweer, dat ziet eruit als bom. Ik heb pothard. Hé hey bro, luister, ik heb een lizard hier in mijn hand. We moeten eten. Oh, moet je eten? Oké, moet je eten. Doe even snel, kom even afsluiten. Hey, ik zweer, is dit een grot? Wil je nu zeggen? Luister, wil je nu zeggen dat dit een grot is? Ja, maar bro, waar is je kampvuur? Ja, ik heb die zeg maar kapot geslagen met mijn lizard. Nee, wat eet je nou? Nee. Je hebt vast wel andere kampvuur, toch? Nee. Bro, heb je geen... Heb je geen andere kampvuur? Nee. Ik haat mijn leven. Wat heb je gedaan, bro? Oh nee, Tolga, je hebt ons de dood ingewerkt, hè? Ben je serieus? Ja, dat is het enige kampje wat er was en de lizard was daar waarschijnlijk gewoon... Ik haat mijn fucking leven, man. Ik zweer het. Oké, weet je, fuck it. Ik ga de video afsluiten, denk ik. Jongens, bedankt voor het kijken. Dit was een amazing aflevering. Ik vond het echt leuk. Vonden jullie het leuk? Druk op dat duimpje omhoog. Dan weten we, dit moeten we vaker doen. Dan zien wij jullie weer ooit.